je even knijpt. Wat een les! Oeh, jij bent veranderd. Sam, wat doe jij hier? Ik bedoel, Bill, wat doen jullie hier? Ik kan met een beetje rauw op mijn dak vallen. Nou, ik ben een reisreportage aan het schrijven. En ik ben gezellig op vakantie. En ik was toevallig in de buurt, dus ik dacht, kom, ik zwem even naar de overkant. Kom, wat sneu nou? Ja, alle kamers vol, dat krijg je met hoogseizoen geen bed meer te krijgen. Nou, gelukkig van tevoren geboekt. Jongens, als er echt helemaal geen plek meer is, lekker bij mij blijven pitten. Oeh, jullie komen een beetje ongelegen. Hoezo? Omdat morgen gaat een van mijn meisjes trouwen, dus ik zit een beetje krap met personeel. Jullie kunnen beter iets comfortabels zoeken op het vasteland. Daar. Nee! Onze Bart houdt toch wel een beetje survival en voor onze headbanger hier, daar kan het niet spontaan genoeg voor zijn. Ja, hé. Hey. En jij? Ik wou het eiland terugzien. Ik weet wat het voor me betekent. Ja, jongens, ik zou echt dolgraag met jullie willen bijkletten over vroeger, maar ik moet net hoog nodig nu mijn handtasje gaan uithuimen. Madonna, de tijd heeft geen vat op haar. Weet je wat ik als ze mag? Een grijze, mollige moeken. Nee hoor, ze is nog helemaal de oude Donna.